Yo, what's going on, party peeps? It's almost weekend, dus je weet what's poppin', shagara papi. Time for Super Going Strong. Hey. Shimmy the poo. Maar, voor we beginnen, wie de fuck zit daar? Hè? Is dat motherfucking Fryzen? Fryzen? Wat doe je hier? Opstaan, Luzu. Ik heb je vorige keer gezegd dat je niet meer mag komen. Hij is er Luzu, niet eens. Nu meteen. Hond. Wegwezen nou. Hup. Hond. Varen hond. Ik maak een fatu, Bronski. Ik maak een fatu, hè? Ik blijf zitten, bro. Je bent vergeven. Dus laatste kans. Let's go! Je favoriete show. Wow. Het is een kleine doosje. Oh, wow. Dus gooi je handen op hier. We gaan een podcast. Vrijdag, lekker eenzaam feestje, jongens. Woe! Jawel. We gaan een podcast. Wow. Lekker, mannen. Nieuwe week. Nieuwe kansen. Nieuwe podcast. En ik zit hier hartstikke eenzaam. Q's, die komt nooit. Super gaande. Ja, die Frazi, die is er niet vandaag. Tajula is terug naar Afrika gestuurd. En ik ben als enige survivor over. Dus vandaag moet ik hiermee doen. We hebben wel natuurlijk nog wat gasten. Leuke dingen gebeurd afgelopen week. We hebben natuurlijk de allereerste supergaande liveshow gehad in de Melkweg. It was packed. Voor de mensen die het niet hebben gezien, je kan de socials checken van Supergaande. Op TikTok is er al eentje hartstikke viral aan het gaan. 3, nog wat miljoen views met de nieuwe knock-knock joke. Maar ik zeg jullie eerlijk, man, de liveshow was te gek, man. We hebben alle dingen die we, zeg maar, niet alle dingen, maar veel dingen die we op YouTube hebben gedaan, hebben we dan ook live gedaan. Supergaande freestyle, we hadden een special guest, Kosso, die was langsgekomen. We hebben gelachen, we hebben gejankt van het lachen. Mensen die hadden het echt naar hun zin. En ik heb heel veel toffe reacties gekregen van mensen over de supergaande liveshow. Het was echt, hoe zeg je dat? Voor herhaling vatbaar, hoop ik. En het zou leuk geweest zijn als ik, zeg maar, nu iemand had om erover mee te praten. Weet je, van, hey, hoe was jouw ervaring? Nou, ik vond het eigenlijk ook best wel leuk. Blablabla. Maar goed, Frazi die is er niet. En waarom is Frazi die niet? Nou, dat is een hele goede vraag die je mij daar stelt, Nessim. Ja, ik begin gewoon tegen mezelf te praten hier. Ik heb vandaag geen auto. Mijn vrouw die had de auto nodig en die andere die was bij de garage. Dus ik had geen auto. En Frazi die zou mij om 10:30 ophalen. Dan zouden wij om 11:30 in Amsterdam zijn. Konden we lekker op tijd beginnen met de podcast. Nou, om 11:15 was hij er nog steeds niet. En toen dacht ik van, hey, ik moet toch naar Amsterdam toe. Hoe gaan we dat doen? Nou, hebben wat mensen van de redactie hier gecheckt. En toen ben ik met taxi gekomen. Dus het is alsnog gelukt. We zijn er. Ik weet niet of Frazi nog komt. Misschien komt hij nog ergens midden door langs. En zo niet. Frazi krijgt het tyfus in je nek. Tot zover dat. Supergaande liveshow was hartstikke leuk. Gisteren was natuurlijk ook Champions League. Real Madrid heeft gewonnen van Manchester City. Was een hele spannende wedstrijd. Ik begin hier gewoon allemaal dingen te praten over wat ik heb meegemaakt en wat ik allemaal heb gezien. Dat was het zo'n beetje. Ik denk dat het tijd wordt voor de allereerste gast in de Nessim podcast. Ja, kom maar binnen. Hey, Sylvana in de studio, hoe is het? Ja, lekker, is met jou. Ja, ik ben hartstikke eenzaam hier. Ja, wat kan je? Kom hier, jij mag hier zitten. Kijk, ik heb dit voor jou en dit voor jou. Oh, wat lief. Maar ja, misschien chocolade, Leipse wafels en stroopwafels. Ik dacht dat is gezellig. Ja, is wel gezellig, dankjewel. Alleen, ik moet wel zeggen, ik ben wel op dieet. Ik eigenlijk ook een beetje. Echt? Ja. Waarom neem je dit dan mee? Neem dan, kom maar zo. Ja, ik dacht, QC is er. Ja, nee. Ja, maar ik zal het aan doen. Wil je deze opdoen of wil je Zeker. Hem... Ja, ik doe hem op. Maar jij doet ook heel veel dingen bij Dumpert. Ook, ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, dat is echt een beetje via eigenlijk allemaal gaan. Ik heb een goede vriend, Ryan. Ja. En dat is de beste vriend van René. René is de presentator van Dumpert. Of course, ja. En ze reden destijds een Formule 1 show. En de pitspoes had afgezegd. Dus toen had René de pitspoes. Ja, een meisje in een sexy pakje over Formule 1. Vroeger waren noemen ze dat zo? Pitspoes, zeker. Oké, okay, ja toch. Mag dat nog zo genoemd? Nee, ze zijn afgeschaft. Pitspoes. Oh. Eigenlijk zijn die vrouwen zijn afgeschaft of ja, de naam? Nee, alles. Eigenlijk zijn het gewoon hele knappe chicks in pakjes die dan bij de Formule 1 auto staan. En wat hebben ze nu dan, harige mannen gezet of zo? Ze hebben het helemaal afgeschaft, seksistisch en dat soort shit. Ja? Vroeger had je ook altijd in die bladen van auto's en zo, had je ook allemaal van die chicks erbij staan. Dat en zo. Zijn de pitspoezen. Dat zijn de pitspoezen. Oh shit. Maar dat mag niet meer dus. Nee,
nee, maar heftig. Hun hadden dus een Formule 1 show. En er stond altijd, was ook een pitpoes bij. En eigenlijk stond hij erbij. En die had afgezegd. En toen had René in paniek Ryan geappt. En ik was toevallig bij Ryan. En toen zei Ryan, zul je even invallen? Ik zei, nou ja, het is niet echt mijn ding. Maar als ik even zo'n pakje aan moet doen en ik moet een beetje lief lachen, dan help ik die mannen wel uit de shit. Ja. En toen uiteindelijk, toen stopte de mede-presentator van René ermee. En toen zei ik, hey jongens, ik kan ook presenteren. En ik weet oprecht heel veel van de Formule 1. Oh shit. Kan ik het niet gewoon doen? Nou, toen was het ja, nee. En uiteindelijk heb ik die kans gekregen. Mm-hmm. En dat was ontzettend leuk. Het sloeg heel erg aan. Dat is denk ik nu 4 jaar geleden. Toen waren er echt nog heel weinig vrouwen ook in de Formule 1. Ja. En, wat is even de link met Formule 1 en Dumpert? Dat was dus een Formule 1 show op Dumpert was dat. Oh, het was gewoon een show op Dumpert? Ja. Oké, ja toch? Ja, dus toen mocht ik dat overnemen. En toen uiteindelijk zeiden ze, nou weet je wat, waarom kom jij gewoon niet als vaste presentator bij ons? Dus Dumpert eten, Dumpert op je werkplek. Wow. Ja, dus dat is helemaal gaaf. Okay. Dus dat is zo een beetje ontstaan. Dus ik heb echt de leukste baan ooit. Maar ik heb wel zeg maar het gevoel dat jij zeg maar niet een... Ik moet nu heel erg opletten wat ik zeg. Goh, ik ben alles gewend. Ja, ik weet het. Maar als in, zeg maar, ik wil zeggen van, je bent niet zeg maar een soort van de standaard vrouw van 2022 zeg maar. Als in, ik heb het gevoel dat jij zeg maar wel wat kan hebben. Ja, natuurlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik vind dat zo belangrijk. Een beetje zelfspot. We nemen elkaar in deze tijd, vooral nu, zo belachelijk serieus. Ja. Dat ik denk, well, kom op jongens. Ik vind hoe kijk jij daarna als in, zeg maar, met het seksisme en met wat kan je wel zeggen, wat kan je niet zeggen, vooral tegenover een vrouw of whatever. Zeg maar, hoe kijk je daarnaar? Ja, nou kijk, ja, ik vind het eigenlijk, ja... Help ons een beetje. Nee. Help ons mannen. Ja, het is dat ik nu even uit mijn keuken ben gehaald. Nee. Nee. Heb je zelf gebakken ook dit allemaal? Hè? Ja. Leuk. Nee. Ja, ik vind vooral echt waarin we nu leven, dat wat ik net eigenlijk ook zei, sommige mensen nemen zichzelf zo belachelijk serieus. En ja. Kijk, er is... Hey! Hi. Hallo, hoi. Blijf van me af. Blijf van me af. Me too. Blijf van me af. Blijf van me af. Gaat mij zo'n tikjes doen. Blijf van me af. Blijf van me af. Het ergste is nog, je ruikt zelfs als sigaretten. Dus je hebt zelfs nog de tijd genomen om te roken. In de auto, ja. Ja? Ja? Naast mijn kind. Ga zitten! En voordat je wat gaat zeggen, ik wil eerst dat ze haar verhaal afmaakt over deze belangrijke vraag. Nee, maar fijn dat je er bent, joh. Dankjewel. In Friesland zeggen we altijd better let als net. Dus beter laat dan nooit. Toch? Ja, je precies. Bent er, gezellig. In Turkije zeggen ze... Amalagoy. ik volg tegenwoordig een cursus Servisch. Kan ik. Hé, hey, dan ben je bij hem bij het goede adres. Hij is ook Serf. Nee, weet ik niet. Zal ik wat woorden zeggen? Ja, is goed. Ik kan het ook niet. Bord, lepel, vork, mes. Bord, lepel, vork? Servies. Ah. Nice. Oké. Okay. Yeah. Lekker, man. Lekker, Savannah. Savannah, hebben we accepteerd de punchline, man. Let's go. Oké, nee, maar je was iets aan het vertellen. Over... Ja, kijk, oh ja, er is een grens, vind ik. Als je mensen kwetst, als mensen echt beledigen en ze voelen zich verdrietig en dat soort shit, dan vind ik het niet meer leuk. Ja. Maar verder, ja, weet je, ik ben gewoon een vrouw en je mag alles over mij zeggen. Het boeit me echt. Ja, precies. Ik heb echt heel veel schijt. Maar waar is je hoofddoek precies? Nee, nee, maar oké. Nee, maar ik vind het fijn om dat soort dingen ook te horen. Juist omdat mensen zeg maar zo serieus zijn de afgelopen tijd, denk van ja, het is ook wel fijn om even wat luchtiger en wat, weet je. Maar hoe staan jullie daarin dan? Waarin precies? Deze man! Hij is net gekomen. Ik ben echt gewoon... ik heb boetes gereden, daar word je niet goed van. Nee, we hebben het zeg maar nu over... we hadden het een soort van... Over seksisme en over... ik ga weer weg. En dat je wel iets moet, dat je ergens tegen moet kunnen. Of dat je zeg maar wel... deze tijd is een beetje iedereen op zijn pik getrapt, zeg maar. Ja, net als fatshaming, toch? Moet gewoon kunnen. Ja, ja, het is een beetje zelfspot. Ja. Als iemand gewoon een lauwe fatjoke op mij heeft, dan goed. Ja. En niet zo lauw, vind ik het ook gewoon QC prima. QC is god fatshaming over himself. Ja, zeker. Laatst weer met dat filmpje dat hij naar de McDonald's ging rijden. Ja. Ik bedoel, kom op. Dat is toch maar goud. Het is mooi dat je... Maar mag je daar dan niet om lachen? Tuurlijk maar. Wel. Ja. Wat? Toch? Jawel, toch? Tuurlijk. Ja, ja, daarom, we hadden belangrijk. Het over dingen, toch? Jij bent niet op dieet, toch? Nee, nooit. Kijk, ze heeft allemaal lekkernij meegenomen. Maar hoe ga je dan om met, zeg maar, Dumpert? Mm-hmm. Ik ben 1 keer op Dumpert geweest. Dat ja, was laat. Superleuk. Met ja. Dumpert reten was dat. Ja. En ik was bang om te gaan. Waarom? Want ik werd gevraagd voor Dumpert. En toen dacht ik van, ja, wil ik dit wel? Is dit, zeg maar... Want ik had altijd het gevoel dat, zeg maar, de Dumpert-kijker heel erg rechts was. Ja. Dat ze, zeg maar, heel erg... En dan kom ik daar als Turk,
Zeg maar, ja, dat gaan ze niet lauw vinden, denk ik dan, weet je. En dan dacht ik, ja, fuck it, ik ga gewoon die risico nemen. Ik kijk wel hoe het gaat. Eind is dat goed uitgepakt. Mensen waren echt super aardig in de comments en zo. Ja, maar ik had wel lauw, hoor. Een bepaalde vooroordeel over Dumpert. Ja, maar dat hebben heel veel mensen. Het is een bepaalde stempel, die is er ooit op gedrukt. En we hebben destijds ook een klein relletje gehad. Want we hadden Dumpert Reten 100. En we gebruiken altijd reten, toch? Ja, oh, ben je van Dumpert? Ja. Oh, oké, okay, ja, nee. Oh, Jesus. En toen, ja, ik vind dat echt geweldig. Maar toen hadden we echt de vrouwenbillen gebruikt. Gewoon playmate. Oké, ja. Dus we hebben zo'n rel gehad. Dus en wat mag dat niet? Nee, wel seksisme. Terwijl het allemaal playmates waren. Maar wat nou als je, zeg maar, een vrouwenreet had gebruikt en een harige mannenreet? Mag het dan wel? Ja, ik heb... Of als je alleen mannenreten gebruikt, is het dan nog steeds seksistisch? Ik denk in deze tijd wel. En dierenkonten dan, mag dat wel? Dat is een goeie. Een kont van een paard. Dat is dan... Of een aap. Is dat dieristisch? Wat is dat? Ik weet het ook niet meer. Alles heeft een Facebookgroep nu. Ja! Nee! Geen paardenkont gebruiken! Ik hou van ponies. Overal zijn Gerdas. Hey, weet je wat ik laatst... Dit is heel grappig. Ik vind het gewoon een leuk verhaal. De kluis is weer terug van Stuk TV. Oh ja, ja, ja. Ik heb daar ooit ook aan meegedaan. Ja. Met QC was dat. Oh, was in het met team. QC? Oh, shit. Ja, en Tim Coronel met z'n drieën. En ik moest daar dus laatst aan denken, want dit vind ik zo grappig. Ja, misschien vind je het helemaal niet grappig, maar die hele aflevering heeft Tim, die dacht dat QC CQ heet. Dus die heeft de hele aflevering, CQ doe dit, CQ doe dit. Oh, en ik moest daar, dus die, ik zag, en jij hoort dat ook op die, op die. Maar ik was zo met het spoel. Maar toen later, toen zag ik dat terug. En dat vond ik het heel grappig. En ik moest er nu aan denken, want ik zag dat het op training ging. Je hem op de duur ook zo noemen, of dat niet? Nee. Ik zag daar CQ. Ik wist toen niet wat hij bedoelde met zijn CQ, CQ. Maar hij bedoelde CQ. Het klinkt nu heel krom. Als je, zeg maar, CQ zegt, dan denk ik, hè, hoe? Het is toch een Q, zeg maar, het is toch makkelijk? Ja. Ja, hij is ook oud, hè? Maar hoe oud is die? Die kolonel? Ja. Ik denk wel ergens tegen de 50. Ja. Begin de 50. Oh, maar dan mag het wel, denk ik, toch? Dan mag je wel... Dan mag je dement zijn. Nee. Ja, in principe wel. Dan kan het gewoon. Ja. CQ, ja, ja, gek. Ik vond het wel grappig. Vond ik leuk. Goed verhaal. Ja, doe er niks mee. We nodigen je vaker uit. Okay, maar heb je wel eens bij Dumpert, zeg maar, iets gehad dat je dacht van, oké, dat doe ik niet? Of dat vind ik niet zo tof? Weet ik eigenlijk. Jawel, dat denk ik. Ik denk het wel. Ik heb wel duidelijk. Ik heb wel grenzen. Als ik ergens niet achter sta, doe ik het niet. Ja. Maar dan zijn het vaak grenzen. Ik wil geen mensen beledigen. Ik wil gewoon met respect met elkaar omgaan. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En eigenlijk doen we dat bij Dumpert altijd. Dus ja en gewoon gaan. Waar komt het beeld dan, zeg maar, van Dumpert vandaan? Ik weet het dus echt niet. Maar ik denk gewoon, omdat, zeg maar, deze tijd juist iedereen, zeg maar, zo snel, zeg maar, zo bang is. Zeg maar, en jullie zijn gewoon lekker scherp en gewoon een soort van... Het is, zeg maar, geen poont. Het is geen poont. En nee. Het is, zeg maar, ook niet heel braaf. Het is soort van ergens een beetje tussen. Het is zeker geen poont, want ik heb ooit ook gesolliciteerd bij poont. En toen werd ik niet aangenomen. Echt? Omdat ik te lief was. Maar hoe gaat zo'n sollicitatie bij poont? Moet je dan met een puntmuts komen? Of moet je, kan je gewoon... Nou, ik mocht... Nee, ik moest een reportage... Ik haat moslims. Aangenomen. Welkom. Ik moest een reportage maken en... Ja, ik vind het gewoon niet... Ik vind dat je... Nogmaals, je moet met respect met elkaar omgaan. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij... Want ze wilden iets horen van degene die ik interviewde. Maar dat kwam er niet uit. Nou, prima. Ja. En toen zeiden ze, ja, dan is er een trucje. Want stel, ze wilden dat diegene die ik interviewd wordt groen zegt. Dan was er een trucje. Dan moest ik zeggen van welke kleur is het gas. En dan zeiden ze groen. En dan knippen ze het. Ja. Dus oh, het, Jesus. En toen dacht ik ook van, ja, nee, dit wil ik helemaal niet. En toen ben ik daar op afgewezen. Oh, wat erg. En ja, je bent te lief. Dus, en toen, uiteindelijk kwam ik bij Dumpert. En daar kon ik wel gewoon zijn wie ik wel ben. Ja. Yeah. En toen... En maar Dumpert is totaal niet hetzelfde als Pony. Nee. En toen een half jaar later kwam Pony. Ja, Savannah, wil je toch nog langskomen? Want we willen je toch wel. Ik zei, dag. Oh. Rot op. Hoe oud ben je nu? 27. 27. En wanneer ben je begonnen met Dumpert? 4 jaar geleden ongeveer. Oh shit. Ja, of 3, 4 jaar geleden. Dan. En is het ook iets, zeg maar, wat je zou willen doorpakken? Of wil je op de duur misschien ook voor jezelf gaan doen? Of voor televisie gaan presenteren? Nou, ik doe eigenlijk... Ik werk 3 dagen voor Dumpert. En daarnaast doe ik eigenlijk al heel veel andere dingen. Ik heb zelf ook een podcast over Formule 1. En ik... Ben je echt zo'n... ben je, zeg maar, zo'n Formule 1... Ja, ik heb vroeger altijd gevolgd met mijn broers. Ja, dus ik weet oprecht echt heel veel van. Ik ken Max Verstappen en Lewis Hamilton en daar stopt het ook echt. Michael Schumacher. Zo, die heel oud. Goed. Weet je aan wie je mij doet denken? Aan die chick van Vlodder.
Ja, dat hoor ik al vaker. Je hebt echt precies hetzelfde gezicht. Ja, en hetzelfde kapsel. Kapsel, ja. En de stem ook een beetje. Dat heb ik ook niet gezegd. Dat is geen voordeel om het weg. Wie denk je dat ik ben? Jack Ploy? Dat heb ik nooit gezegd. Dat was kapsel. Nee. Waarom druk jij steeds op dingen? Stop met dingen drukken! Wat is een diët? What I like. Wat is dit? Alles slaat op hol. Je bent een teringleeuw, maar ze gooit ons zomaar in de hoek. Niemand is over jouw titel begonnen. Oh ja, ik dacht ik zeg het maar pas voor de andere stemmen. Nee, heel gek. Niemand zegt niemand praten. Of ik ben gewoon verziekt door het internet. Kan ook. Ja, ja. Maar dat zijn we allemaal wel. Oh. Maar het is dumpert. Ja. Ik heb ook wat leuks. We hebben dinsdag hebben we bij Dumpert een leuke challenge gedaan. Hallo. Hebben jullie die gezien, de spray challenge? Nee. Ik heb tegen jullie productie mevrouw gezegd dat ik het met jullie wilde doen. Oh, de spray, dat je moet drinken en dan boeren. Ja, dat is echt waanzinnig. Dus we gaan het nu zien dan. Oh, shit. Wat? Ik ga het je uitleggen. Ga je meedoen? Wat? Atten? Gaan we het atten? Ja, dit is echt waanzinnig. Kijk, weet je wat het is? Er gaat nu een challenge rond op het internet. Ja. En dan ga je... Dan moet je zoveel mogelijk... Dat is heel grappig. Zoveel mogelijk spray drinken. Word je daar niet misselijk van? Nou, als je niet over je grens heen. Niet over je grens, oké. Kijk maar hoe ver je komt. Yeah. Is het zero sugar? Volgens mij wel eens een grijze dop. Gewoon ja zeggen. Ja. Kijk hoe ver je komt. Is het zero sugar? What the fuck, ja. Wat ben je voor pussy? Is het zero sugar? Anders wordt mijn kut droog. Is het zero sugar? Sorry, ga door. Wat is het voor pussy, man? Ja, sorry. Ik probeer echt aan mijn dieet gewoon echt streng te zijn. Ik probeer echt op mijn dieet te letten. Ja, echt waar. Met koeken en met spray. Spray is echt niet zo, zit niet zoveel calorieën. Oké, doe je uitleg. Gewoon atten en probeer niet adem te halen. Want je kan er echt goed van boeren. Ja, niet adem. Fuck. Je kan goed van boeren. Mm, yeah. Dus dan kunnen we kijken wie de beste kan boeren. Oké. Okay. Nou, ben je ready? Hallo. Shit. Hallo. Dat is een lang, heel lang verhaal. Zo. Lijken wel gasflessen gewoon. Het is echt veel. Oh, je moet niet lachen, dat is het lastige. Oh. Wat de fuck doen jullie dit, man? Jij bent niet eens aan het drinken, joh. Ik kan niet meer. Ja, dat is dus. Hoe doe je dit? Mij lukt het niet. Ik wil ook. Je moet blijven. Slijm toch? Er gebeurt niks bij mij. Er gebeurt niks. Gaat het wel goed? Ga ik dit overleven? Er komt niks. Je moet gewoon echt. Ja. Zeggen jullie nou allemaal? Hé, hey, maar hij heeft sujuk of zo gegeten. Hij gaat echt stinken. Oh, een Turkse worst. Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Ja, het zit er echt hier. Het zit hier ergens. Je moet even dit doen. Ik heb evenveel als jullie gedronken. Je moet even door je... Oeh, komt eraan. Ja. Bij dikke mensen duurt het altijd wat langer. Ja, ja. Geef niks, liever. Komt-ie, er komt-ie. Kan je geen boeren laten? Nee, ik laat nooit maar boeren eigenlijk. Maar dit is zo eigenlijk. Fucking veel koolzuur. Dan moet iedereen haast wel. Nee, misschien moet je meer drinken. Oh. Ja! Hey. Ja, ik kwam heel onverwacht bij. Wacht. Het was ook echt een heel schattig boertje. Ja. Maar, hoe heet het? Ik heb laatst... Ja. Heb ik mijn tuin gedaan. Ja. En gisteren heb ik de tuinstoel in elkaar gezet. Mm. En een parasol gezet. En ik ben ready voor de summer. Nice, man. Ik wil gewoon even zeggen dat mij... Dus je hebt gewoon twee stoelen opengeklapt. En nee, een parasol opengeklapt. En ja, man. Ik ben summer ready. Je hebt een malle dag gehad.
Deze is niet bang, hoor. Hij is hoe niet ben bang. Jij hier? Hoe ben jij niet te laat? Ja, nee. Dat is gisteren echt aan het schroeven en aan het doen. Je bent naar de tering gegaan. Ja. Ja. Slow down. Tafeltje in elkaar gezet. Niet te gek, hè? Ja, ja, ja. Niet te gek. Lekker. Ik heb ook een vuur gemaakt. Nee, joh. Dat is echt een mannending, hè? Gewoon vuur maken. Gewoon zo met stenen. Een sigaartje opgestoken op het einde nog? Nee, shisha. Oh, nice. Ja, ja. En, spannend. Ik heb een spannend leven, jongen. Nou, we zouden dus eigenlijk naar Zweden gegaan zijn. Ja. Van 2 tot 4 mei. Maar dat ging niet door. Nee. Helemaal genoeg. Want we zouden nog met 2 anderen gaan. Maar diegene spreken we niet meer. Sindsdien. Maar waarom zijn jullie naar Zweden? Nou, we wouden gewoon een guys trip met 4 mannen. Zouden we gewoon helemaal de get vergaan in Zweden. Ja. En die hebben we eigenlijk tijdens de podcast nog zelfs aangekondigd. Ja, het was gebeurd met Ilias onder geboekt. Andere. Ilias en Bilo. Hotel geboekt, alles geboekt. Wat vet. Ja. En toen we alles gecanceld. Maar nu heb je wel een tuin. Met twee stoelen. Anders had je die gewist. Snap je? Ook wel een beetje vakantie. Ja, zeker. Is ook wel een weekendje weg. Ja, joh. Zeker. Ik heb mooie tuin. Wat moet je in Zweden als je een fucking tuin hebt? Snap je? Ben je ook naar Zweden geweest? Nee. Nee? Nee, lijkt me wel vet. Ja, we zouden naar Stockholm gaan. Leuk. Oh ja, het is deurbel nu, hè? Oh. Hallo? Hey! Hi! Hey. Marlies en... shit. Daar zijn ze dan. Ik moest... Marlies. Marlies en... Marlies. Dat was het. Kom lekker. Marlies en Marlies. Marlies en Marlies. Thee. Oh, shit. Sorry? We hebben thee. Lekker, jongens. Ja, zo ga ik het wel onthouden, ja. Marlies, Marlies. Welkom bij de supergaande podcast. Voor de mensen die nu kijken of luisteren, denken van... Hé, wie zijn die twee dames nou? Nou, deze twee dames zijn stemactrices. En niet zomaar stemactrices, maar waarschijnlijk hebben ze heel wat jeugddingetjes van ons ingesproken. Dat ik denk van, ja joh, ja. Kan ik ik heb wat dingen gelezen. Ja. Maar misschien kun je, om even bij Marlies te beginnen... Misschien kan je jezelf even voorstellen en zeggen wat je hebt gedaan en welke stem je hebt gedaan. Nou, ik ben dus Marlies de Winter. En waar jullie mij van zouden kunnen kennen is van Shin Chan. Ja! Shin Chan. Wauw! Blote billen boekie! Ja, toch? Heel goed. Mandy uit Totally Spies. Oh, wauw. Oh, wow. Sick! Fet. Mandy! Ja, dat is die die tegenspeelster, die toch? Ja, de bitch. Ja. Mag ik het zeggen? Typecasting. Crazy. Oké. En ik zit even in jullie zijn. Hamtaro. Ja, joh! Die keek ik altijd als ik ziek was. Dat was ook thuis moest blijven. Hamtaro. Het is Hamtaro tijd. Hamtaro. Ja. Ik keek het altijd als ik ziek was. Dan was het op tv. En wie was je dan van Hamtaro? Hamtaro. Gewoon Hamtaro. Wauw. Gewoon hoofdrol. Wauw. Die dingrol. Ja, nog veel meer. Ja, ik weet, Estol by Ginger. Oh, daar kijk ik ook tuurlijk, uit. Estol by Ginger. Dat was superleuk. Oh, ja, en wie was je dan? Het gras is altijd groener aan de hoofdkant. Toch? Ja, dat keek ik dood. Ja, dat was ik ook te bitch. Waar was dat? Oh, dan was jij... Oh god, ik moet niet, zelf even... niet Ginger, maar die... Die andere bitch. Die met dat broertje. Nee. Met dat broertje, ja. Olivier. Ja. Wow. Waarom ben ik dat vergeten? Sophie Kibbeling. Sophie Kibbeling, ja. Die naam ken ik. En Bernard, dat was een jongetje met een aapje. Die was ik dan ook tegelijk, zeg maar. Het gaat me even voorbij. Ik heb geen Hij woonde in België, bro. Waar was dit? Nickelodeon of Fox Kids? Jij zat in je tuin. Wat was dit? Nee, dat weet ik niet. Ik ken het ook niet. Volgens mij Fox Nickelodeon. Nickelodeon. Ja, ik keek geen Nickelodeon. Nee? Nee. Ik was echt een Fox Kids. Fox Kids, ja. Ik mocht dat niet meer kijken, omdat ik ging de blote billenboekie nadoen. Oh, Sophie is die blonde. Ja, laat het zien. Ja. Dit is één... Zij speelde haar. Oh ja, deze serie ken ik wel. Dat is echt een leuke serie. Ja, vond ik het. Was mijn... Nee, niet mijn eerste. Mijn eerste was Sailor Moon. Ja. Oh nee joh, gewoon anime. Ja, daar zaten we samen. Ja. Nee joh. Dat is het eerste. Dat was mijn eerste ding. En daar... Wow. Ja. En dan Marlize? Nee, ik ben Marlize. Shit. Marlize. Ze zei het heel goed. Ze zei van, Marlize de pijn. Dan onthoud je het. Ik heb pijn aan Marlize. Ja. Marlize Laarzen. En welke dingen heb jij gedaan?
Ik heb onder andere Teletubbies gedaan. Nice. Ja, hebben jullie daarna gekeken? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar mijn dochter kijkt er nog steeds naar. Ja. Maar, de rode ben ik, Po. Po, oké, okay, oh, leuk. Die is lief. Ja, maar heb je dan ook zeg maar echt tekst? Ja, zeker. Ja, dat onderschatten mensen hoor, wat de Teletubbies allemaal roepen. Maar daar werd er toch niet zoveel gezegd, of wel? Heel veel kusje, kusje, kusje. En ja, heel veel, Nesim. Dan niet Nesim, maar dat zouden we nu natuurlijk gaan doen. Dood lachen. Oké, okay, dus Teletubbies. Ja, en Rocket Power, die kennen jullie boekedie, natuurlijk boekedie, wel. Speel jij die zus? Ik ben Otto. Jij bent nee! Otto! Oh ja, mijn god, ik ben met Otto in de kamer! Wat goed! Luister, Rocket Power. Ja, bro, met Otto in de kamer, man. Luister dan, met Rocket Power ben ik echt opgegroeid. Gewoon ja, oprecht. Ik heb, hun denk hadden, ik, hun hadden zeg maar in asielzoekcentrum hadden ze één tv. Eén zender ook. Nee, nee. En dan keken ze Rocket Power. Maar nee, maar een hele leuke serie. Ik heb geen aflevering gemist, gewoon. Oprecht. Met Otto en Squid. En Squid, je hebt Twister. Je hebt Reggie, zus Reggie. Reggie. Ja. Boekerie. Ja. Ja, je hebt die vader. Je hebt Tito. Tito, ja. 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 Ah, ook ja. Oh, wat een goede serie. Maar ook grappig, want je speelt eigenlijk een man. Je bent een vrouw. Ja. Nou, man. Of, een jongen wordt wel echt. Ja. Dat wordt een uitdaging, maar dat kan ik ook wel. Binnenkort komt Otto als 30-jarig al ook. Ik ben Otto. Dit is Otto nu. En uiteindelijk zakenman geworden. Maar ik heb een vraagje. Waar zou Otto nu zijn, zeg maar, op zijn 30ste? Als je die karakter kent. Ik hoop dat hij zijn verwaandheid een beetje heeft. Ik denk dat hij ergens in Ethiopië werkt. Of zo, daar goed. Aan de drugs ook? Of, nee. Dat hij daar iets met kinderen, met lekker met skaten en dat soort. Maar Otto helemaal verkrekt. Maar ja, jullie kennen mij dan het meeste nog, denk ik wel, van luister maar, Ash. Ja, Misty. Ik wist het. Oh mijn god, Nesim wordt gek. Zeg Staryu, zeg Nesim, ik kies jou. Nesim, ik kies jou. Yo, what the fuck? Dit is als je je ogen dicht doet en je luistert naar de stem, dan hoor je gewoon precies dat. What the fuck? Het is ook nog echt vaak zo, hè, dat ik naar de bakker ga en dan bestel ik iets en dan is het... Mag ik iets vragen? Ja, hè? Ken je stem ergens van? Het is crazy, man. Ja, crazy, hè? maar even, hoe zijn jullie zeg maar begonnen met dit? Zeg maar, hoe kom je in die wereld en hoe ontwikkel je je stem? Zeg maar, ik heb zoveel vragen. Zeg. Dat is een goede vraag. Waar begin ik? Want jullie hebben echt grote dingen gedaan, eigenlijk. Zo de grootste, wel, ja, zeg maar. Zeg maar, jullie betekenen onze jeugd. Ja, ja, echt. Jullie zijn zeg maar legends. Ja, ja, maar oprecht. Dit is zo lekker. Oprecht. Ja, ja, maar ik hoef jullie alleen maar te horen praten. En ik ben alweer 8. Je weet toch? Ja, zo leuk. Dat is gewoon echt maar leuk. Ik zelf ook. Ja. En kunnen meteen wel even, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Jij zat in de file en ik heb nog even iets leuks bedacht. Want een leuk een nieuwe tekenfilm, dacht ik, De Supergaande Baby's. Oh, wow. Die dan te maken. En we gaan even kijken of dat lukt. Zal ik even kijken of het lukt? Gaat het ook weer dat nummer? Pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal. Pardon, pardon. Ewa niveau. Wij zijn de supergaande baby's. Verwar ons niet met chickies ladies. Grind all day, want wij hebben krachten. Wij kunnen alle leed verzachten. Want zeg nou zelf, wat is normaal? Iedereen heeft toch een verhaal? En ieder spreekt zijn eigen taal. Dus hoezo nou, doe normaal. Vertrouw me, wij zijn niet verwaand. Wij zijn gewoon heel supergaand. Wacht maar tot je het zelf vindt. Want ook in jou zit een groot kind. Ja, ik ben bezig met de supergaande baby's te zien. Nice. Ja. Ja. Nice. Cool. Yeah. Ik ben gewoon een klein beetje gewoon overwhelmed. Van het, ook van het talent of zo. Weet je? Want als ik zeg maar, dan kijk ik naar jou. En dan zie ik gewoon een hele andere stem naar buiten komen. Als zeg maar wat ik zie. En het is ook een soort van een mindfuck of zo. Hoe doe je dit? Braveheart, ja, man. Het is een lijf, man. Maar dat kost ook best wel wat energie. Ik heb laatst toevallig SpongeBob geïnterviewd. De SpongeBob, meneer Krabs. En die zei dat het kost echt best wel veel energie. Ik kan geen hele dagen opnemen. Dan ben ik helemaal kapot, zeiden ze. Ja, hè? Soms moet je ook heel hoog. Ik ben Minnie Mouse ook. Dan moet ik heel hoog. Oh, ja? Nou, soms moet je wel eens een game opnemen of zo. Of dat...
Nou, dan ben je echt kapot. Ja, dat is toch wel. Maar toch, je stem is sterk. Die went er wel aan. Ik heb verder nooit stemproblemen. Even afkloppen. Maar, want je moet ook vaak waarschijnlijk een zin in verschillende emoties doen. En misschien herhalen. En dat ze gaan ze kiezen, toch? Ik bedoel, aan het eind van het is het ook een soort van edit. Toch? Ze knippen en plakken. En... Ja, nou, het is wel de bedoeling dat je het zo goed mogelijk erop zet. En misschien dat ze dan de techniek een stukje naar voren of naar achteren zet. Juist. Of als je net iets te kort wilt, dat ze iets verlengen. Tegenwoordig, ik doe het nu 20 jaar, zij 25 jaar. In het begin, ik kon dat allemaal niet, hoor. Dan moest je het gewoon gelijk goed erop zetten. Maar je kijkt mee naar het scherm? Ja, wat er gebeurt. Je hebt een microfoon, koptelefoon, dat is allemaal hetzelfde. Ja. Dan heb je... vroeger had je een script... Gewoon een blaadje. Ken je dat is nog? Nu papier? Niet meer. Ja. Nu heb je een iPad. Wij zijn ook 30. Een iPad of een monitor voor je neus met het script. Je hoeft vaak, ik hoef gewoon te zitten, verder niks te doen. Heb je een televisie en daar zie je de tekenfilm met een tijdcode. En dan zie ik dat ik op 105 moet zeggen... Hey Mitch, dikke kom met. En dan zeg ik dat. En dan onthoud ik die eerste. En dan op het laatst kijk je naar de bek van het poppetje. En dan moet je zorgen dat het gelijk afsluit. Ja, het is een soort techniek wat je gewoon onder de knie Het is handig als je snel iets uit je hoofd kan leren. Ook, want dan kan je volledig focussen op het karakter wat je in moet spreken. Hoe kiezen ze een stem uit wat past bij een karakter? Dat is een goeie. Ja, zij horen dan... Het is bijvoorbeeld Shin-Chan, dan, ja, je doet dan een casting. En dan nodigen ze een aantal mensen uit. En dan kijken ze wie het dichtst bij het origineel komt. Want vaak gaat de stem ook nog naar het buitenland, waar je gekeurd wordt. Oh, wow. Antaro ook. Oh, wow. Weet ik nog. Ja, dus dan wordt het gekeurd. Wie komt het dichtst bij het origineel? Juist. En zeg maar, Shin-Chan is eigenlijk Japans. Mm. Maar dat is al eerst nagesynchroniseerd in het Engels. Mm. En dan krijg ik het Engels te horen. En die moet ik dan zo goed mogelijk proberen na te doen, zeg maar. Was de originele van Shin-Chan een man? Nee, denk ik niet. Ook een vrouw. Was het altijd een vrouw? Ja. Ja, maar het zijn vaak. Spreek voor zich. Ja, het zijn vaak jongens, zijn vaak vrouwen. Graf. Maar of het moeten echt jongetjes zelf zijn. Is daar ook een reden voor, zeg maar? Ja, anders dat redden jongetjes. Als jij nu probeer jij maar een kind na te doen, dat is meestal bijna niet. Is ook gewoon raar. Een beetje vanuit het kinderlijke. Ja, maar is het ook omdat een man dan een zwaardere stem heeft? Ja, je hoort gelijk. Ja, die kunnen geen jongetjes. Probeer jij maar. Kijk, je kan wel misschien een kind na te doen. Hallo kinderen! Oh ja, over casten hem. Ik hoor het meteen. Als jij een kind na doet, zeg maar, dan ben je gewoon één enge mankind. Hallo kinderen! Je wordt er gewoon bang van! Maar jij bent zelf ook een kind, hè? Je een goede clown, zou je zeggen. Nee, maar als je zeg maar... Het is gewoon een nachtmerrie. Wil je een snoepje? Kom maar in mijn caravan, wat? Nee, maar dus dan word je dan gekozen voor om te gaan casten. Dan doe je je auditie en dan hoor je bent Shin-Chan. Zeg maar, wat is het eerste wat je dan denkt? Hoe verloopt zo'n traject? Ik ken die hele Shin-Chan niet. Ja, precies. Dan ga je voor jou is het gewoon werk. Het is voor mij gewoon werk. Denk je, leuk, kan weer... Besef je hoe groot het wordt, zeg maar? Nee, die Mandy bijvoorbeeld. Ja, ik kom niet meer bij. Maar in Totally het begin, Spice. Ik keek er ook naar. Ja, maar in het begin, die Mandy zegt in het begin twee zinnen. Aan het begin van de aflevering, het einde twee zinnen. Ja, dat heb ik in 2 minuten ingesproken. Ja. En dan ga ik weer door naar de volgende. Ja. En op een gegeven moment kreeg ze steeds meer dingen te doen. Mm. Maar op dat moment heb je dat helemaal niet door. Grappig. Totaal niet. Nee, van tevoren weet ze ook niet of iets heel populair is. Maar jij wist in principe wel dat Misty zeg maar een grote rol had in Pokémon. Wist je hoe groot Pokémon was toen je er voor auditie deed? Of dat het in Japan al... soms hoor je dat wel, maar dat is nog steeds natuurlijk geen... garantie, denk ik. Ja, garantie dat het dan in Nederland ook... maar dat was natuurlijk shit, wel. Man. Ja. Gewoon elke ochtend... Elke ochtend hoorde ik jou, voordat ik naar school ging. Fuck, en dan als ik om 12 uur die uur tussenuur had om frikandellen te eten, want dat deed ik. Ja. Dan hoorde ik jou. Dat is toch gewoon zo vet. Ik ben zeg maar gewoon een beetje in shock van het feit dat wat je nu zegt. Van, zeg maar, elke ochtend keek je naar Pokémon. Ja, en dan vet. Nu zeg maar... Jullie waren de eerste stemmen die we hoorden. Ja. Elke ochtend. Nou ja, en het grappige is natuurlijk dat je ook niet...
Dank je wel trouwens. Dank jullie wel. Echt waar, ja, echt waar. Applaus voor jullie. Ja, leuk om te horen. Jullie, ik denk niet dat jullie beseffen hoeveel impact het op ons heeft gehad. Het leuke is ook dat kinderen natuurlijk, die weten dat ook niet. Oh, sorry. Ik wil even zeggen, is het ook niet een enorm grote teleurstelling? Nee, hoezo? Ik heb wel eens gelezen op Facebook. Oh mijn god. Het is een vrouw. Het is een oma. Nee, joh, gek. Nee, dit is juist geweldig. Nee, dit is echt geweldig. Ik vind het juist leuk. Nee, echt niet. Ik vind het echt geweldig. Ja, leuk. Ja. Ik droomde laatst dat ik ben 27 en dan denk je, waar droom ze over? Dan droom je over een leuk huis, kindjes, weet ik. Ik droomde dat ik beste vriendin was geworden met Clover. Wauw. Fucking 27. Het zegt indruk dat je maakt. Daarom is het wel belangrijk ook dat er mooie dingen gemaakt worden. Ja, ik zag laatst weer een filmpje voorbij komen van Pokémon over dat Ash doodging. Met Pikachu, zeg maar. Ja, dat ging janken. Yo, ik werd gewoon weer emo, man. Ja, ik werd gewoon fucking emotioneel. Gewoon. Want je hebt natuurlijk ook films dan ingesproken voor Pokémon, toch? Ja. Dus alle films, gewoon Misty. Ja. En is dat nog steeds Misty? Misty zit natuurlijk niet meer in die hele Misty dingen. Misty zit ergens in een andere gym. Is er really een gym? Ja, toch? Ja, toch? Ze zijn water-Pokémon aan het trainen, ik hoor je. Ja. De hele dag star, you star. zeg maar... Zou Misty aan de druk zitten nu? Dat wil jij graag, hè? Dat mijn karakter aan de druk zit. Ja, ik denk het wel. Shinchen tenminste. Ja. Kom op. Ja, Shinchen sowieso. Ja, toch? Ja, en die bloot vooral heel veel. Maar weet je dat Shinchen nog steeds in Japan is nu? Of het wordt nog steeds uitgezonden. Het is gewoon doorgegaan. Hier is het gestopt. Waarom is het gestopt? Nou, Shinchen zou nu nooit meer op tv kunnen. Kan niet meer. En ieder kind toen al trok zijn broek naar. Ja, broer. Ik mocht er niet meer kijken, omdat ik ook de blote pillen. Je moet de dialoog ook eens horen. Mijn neefje deed het ook. Maar hij geeft zijn kont laten zien aan iedereen. Maar ik moest af en toe ook wel erge dingen zeggen. Maar wat zijn dan dingen die dan niet meer kunnen? Die moeder sloeg ook altijd ook een noot, toch? Ja. Dat soort shit. Ja, en dat ik zei van... Wat heb je daar voor een hoe heet het, theezakjes en... Ja. En één, die is volgens mij nooit uitgezonden, maar... was een massagestaaf, noemden ze het. En dan moest ik daarop gaan zitten. Maar die Japanners, die hebben wel rare dingen gemaakt. Shinchen was echt een seksistisch mannetje. Maar dat maakte het leuk, denk ik. En pas in Sailor Moon ook, toch? Dat er waren ook toch wel rare dingen. Dat de rondjes net opwaaien. Maar dat is dus met anime of Japanse series. Dat is heel erg seksistische grappen eigenlijk. Dat vind ik zo raar, want zeg maar, daar is het tegelijkertijd heel erg taboe, want ze praten er niet echt over en blablabla, maar ze zijn tegelijkertijd ook echt heel... Maar als het fictief is, dan mag het. Gewoon in hun cultuur lijkt het wel. Je weet toch? Dan kom je ermee weg. Want inderdaad, op straat mag je niet eens zomaar iemand aanspreken. Of lastig vallen, snap je? Ik weet niet of ik de uitzending gaat redden, maar ik heb een keer een aflevering gezien van BNN. Die ging naar Japan en die ging een soort van seksding filmen. Daar was van die lijpje. En er was gewoon een vrouw die gewoon levende octopussen erin stopte. Zeg maar, ze gaan echt Dit gaan ver. We niet halen, denk ik. Nee, haal hem maar meteen. Nee, maar Japan is wel next level op dat soort shit, man. Deze aflevering was wel voor kinderen. Terug naar tekenfilms. Dames, wat is de leukste stem, vinden jullie, om te doen? Die jullie hebben gedaan? Sowieso dat we veel verschillende dingen doen, dus vind ik juist wel heel erg leuk. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik hoor Misty de hele tijd. Sorry. Misty, ik kies jou! Ik wil dat ook de hele tijd horen. Hart smelt! Dit is mijn ASMR, zeg maar. Ja. Ik vind het gewoon heel... Dit is zo goed. ASMR is trouwens wanneer de mic heel hard staat en... Dan moet je dit doen, dan vinden mensen helemaal geweldig. Maar ik moet het dan toch vragen. Is het iets waar je zeg maar rijk mee kan worden? Nee. Maar wel gelukkig. Toch, hoop ik. Weinig doekoe, heel veel geluk. Nice, maar dat is mooi. Voor mij is het mijn dagelijkse vak. Ik werk gewoon in theater. Ik doe musicals. Dat is mijn vaste werk. En het inspreken doe ik overdag. En in het begin was ik, in die tijd, wat jullie zeggen, Hamtaro, was ik heel in, want ik was een nieuwe stem. Yeah. Toen had ik ervan kunnen leven, maar
Nee, nu is het gewoon een leuke belegde boterham, ja, zeg maar. Bizar. Ja. Ja, maar je moet commercials doen. Maar je moet commercials doen. Dat is commercials. Dat is leuk. Ja, als je verschillende dingen doet. Ik had wel verwacht als je zeg maar de stem bent van, weet je, als een mystie, dat je denkt van ja, dan ben je wel binnen, toch? Dan ben je succesvol. Ja. Dat is net succesvol programma. Maar je bent niet per se vervangbaar, toch? Financieel, ja. Soms wel. Er werden wel stemmen gewisseld. Dat vond ik altijd zo kut. Ja, dat vond ik ook nooit leuk. Vond ik echt nooit leuk. Volgens mij ook Totally Spice. Ja, Totally Spice, inderdaad. Klovers, ja, volgens mij. In het begin vervangen. Redelijk snel vervangen, ja. Ja, dat vond ik als kind echt niet leuk. Nee, klopt. En ik heb ook de Wild Thornberrys ingesproken. Dat was eerst Angela Schijf. Heb ik toen ook vervangen. Vond eigenlijk haar stem eigenlijk... Maar ik kan me voorstellen, dat is dan niet leuk. En, dat is het enige wat ik heb meegemaakt, dat er een film was van Totally Spice. En dat denk je bioscoopfilm. Yay. En Mandy moest toen opeens een andere stem. Ja, een bekende Nederlander moest het zijn. Wow. Nee. Ja, dat heb je ook dacht wel eens. Ik echt, nou, dat vinden kinderen toch helemaal niet leuk. Nee, tuurlijk niet. Ze willen het authentiek hebben moest gewoon. Moest opeens, god, hoe heet ze? Nicolette van Dam. Ja, deze is goed. Nee. Nou, die is niet welkom bij de supergaande podcast. Nicolette van Dam. Dat is vind ik echt ook een beetje... Dat is gewoon niet eerlijk tegenover jou, toch? Nee. Het is maar een beetje dank voor dank. You. Hoi. Ja, dat gebeurt wel. Het is een trademark, wel. Toch? Of series die heel lang lopen, zoals de Powerpuff Girls die ik gedaan heb. Die wat? Wat? Dat is wie? Zo vet. Wie? Bubbles? Ja, nee. De blauwe, toch? Ja. Nee, dat is dat gele met die hele hoge stem. Oh, maar die, Die blonde. Die blonde met die staartjes. Een van de drie. Je had roze, blauw. Zeg maar die met zwart haar. Met rood haar. Ja, en blauwe, die blauwe. Ja, die blonde. Buttercup, is die groene. Blauwe jurkje, bunt haar. Dat was mijn liefde. Maar die heb ik heel, heel lang geleden gedaan. En toen, denk een jaar of 4 geleden, werd het weer opnieuw gedaan. En toen moesten we opnieuw gecast. Of de stemmen nog. En toen ben ik wel de enige die overgebleven was. Ik heb gewoon geluk dat ik gewoon altijd maar zo blijf praten, want dat gaat van dat ik straks 80 ben, dan praat ik nog. Ik ben zo starstruck. Ja, dit is echt cool. Dit is echt crazy, man. Powerpuff Girls, man. Ja, dat is ook leuk, hè? Ja. Ja, ja, bestaat ook al. Ik zat in het asielzoekerscentrum. Maar dat was Cartoon Network. Ja, klopt. Toch? Ik heb heel veel... Johnny Bravo, dat meisje, heb ik ook Nee, gedaan. Nee, Ed en kleine Eddie. Meisje, Suzie of zo. Ja, toch? Ja. Nee. Ed en Eddie ook. Ed en Eddie. Ja, jij speelde die zusje van Ed. Ja. What the fuck? Mag ik jou een knuffel geven? Dit is zo. Dankjewel. Dankjewel. Echt waar, mijn dag kan niet meer stuk, joh. Mijn hele leven kan niet meer stuk. Mijn hele leven kan niet meer stuk. It all makes sense now. It all makes sense. Het universum wil mij wat vertellen. Ik weet het niet. Ja, dit is zo mooi. Dank jullie wel, ook redactie, dat jullie dit hebben. Echt dank jullie wel. Ja. Wat goed. Oh, ik heb 2 legends hier aan tafel, man. Ja. En dan was ik nog... Was ik bijna niet gekomen, man. Ja. Ja. Oh. Nee, sorry. Vertel. Maar is dit ook iets, zeg maar, wat jullie zouden willen doorpakken forever, zeg maar? Of denk je van, ooit kap ik ermee? Nee, tuurlijk niet. Nee? We gaan gewoon door. Het is als we ons echt heel erg leuk werk. Ik heb nu wel echt... Ik ben een boek aan het schrijven. Dat, wat leuk, wat voor boek? Een coming-of-age verhaal. Wat betekent en dat? Coming of age? Age of edge? Age. A-G-E, leeftijd. Okay. Dat is eigenlijk een verhaal van iemand die volwassen wordt. Oh shit. En daar heb ik wel nu zoiets van, ja, het wordt nu wel eens tijd. Ik heb ook veel theater gedaan en muziek gemaakt. Heel veel poetry slams heb ik gedaan. Mm-hmm. En, hoe gaat het boek heten? En wanneer komt hij uit? Dat is nog allemaal spannend. De eerste versie is net af. En het heeft nu als werktitel Hoe ver ga je mee? En daar hoop ik wel toch wat meer... iedereen vraagt dan altijd meteen van... Oh, dan ga je het zeker zelf inspreken als het een luisterboek wordt. Maar dat lijkt me juist wel leuk als een jongen van 15 dat gaat doen. Want het gaat over een jongen van 15. Oh, shit. Die een beetje struggelt met zijn coming-of-age situatie. Yeah. En uiteindelijk verliefd wordt op een vrouw van... die 2 keer zo oud is als hij. En die neemt hem mee de echte wereld in. Leuk, man. Creatief. Ja. Wow. Gaat het kopen, allemaal. Ja, nou, mooi dat ik het even vertel. Tuurlijk, dat is een momentje. Ja. Maar dus, jullie doen ook allebei theater? Ja. Maar als in, zeg maar, echt acteren of musicals? Of hoe moet ik zit op het moment in de musical Titanic. Wauw. Oh, dus voor de mensen die willen komen kijken... Oh nee, dat is natuurlijk niet live. Wij zeggen vanavond staan we in Horen. Oh, ja, dus daar speel ik in mee. Wie speel en daar jij? Zie ik in.
Nou, vanavond speel ik Alice Bean. Ik ben understudy van twee rollen. Ja. En normaal ben ik Cardoza, dan zit ik in het ensemble. En ik heb de choreografie gemaakt van één dansnummer. Maar wat ik grappig vind, als jullie zo'n stemmetje doen... Dat klinkt een beetje zo'n stemmetje, maar dan gaan jullie ook helemaal in die rol zitten. Dus je zit ook gewoon, jullie zijn ook gewoon actrices eigenlijk. Ja. Het is echt heel je knap. Moet, ik denk wel dat belangrijk is dat je echt... Ja, dat je, het is ook acteren maar natuurlijk. Ik denk dat jullie alleen maar... dat ook wel zouden kunnen, hoor. We kunnen het even proberen. Kijk, ik heb hier namelijk een scène uitgeschreven. Dat is leuk. Shit. We gaan jullie je Pokémon doen. Oh shit. Ja. Hey, maar Pokémon, je doet wel even. Je gooit die level wel gelijk hoog, man. Die level broken. Kunnen we niet bij Digimon beginnen, zeg maar? Nee. Oh, die heb ik ook gedaan, trouwens. Nee. Jij bent Misty. Oké. En jij bent Brock. Ja, maar natuurlijk ook. En dan ga ik jullie gewoon vertellen. Kijk, want het is namelijk de scène dat Togepi, en die kennen jullie, die is nergens... maakt dat geluid en die zijn ze kwijt. En er is natuurlijk paniek. De bedoeling is dat jullie paniek een beetje opbouwen. Dus ja, kom op, Nessim, je kan het. Rustig aan. Ja, ik ben Misty. Dan ligt die lat toch belachelijk. Nee, jij bent Ash, toch? Jij bent Misty? Ja. En Brock had een beetje zo'n... Oké, ik weet niet meer hoe Ash... Ja, doe gewoon Nessim. Oké. Ja? Zijn we er klaar voor? Maar doe je best. Er is paniek, toch? Ja, er is paniek. Ook. Oh, er is paniek. Oh, er is paniek. Oh ja, oké. Okay. Hey, Togepi! Ja, kom maar. Kom tevoorschijn, Togepi! Togepi, waar ben je? Wat zal Togepi in deze enge plaats te zoeken hebben? Dit is de enige plaats waar we nog niet hebben gezocht. Togepi, ben je hier? Togepi! Kom tevoorschijn! Alsjeblieft! En nu hoort paniek. Ja, bouw het op. Jullie schrikken. Langzaam. Hey, zagen jullie dat ook? Misschien was het Togepi. Togepi! Waar is die nou? Hij kan niet ver zijn gekomen. Moet je daar eens kijken. Oh, nee. Ik weet wel waar het op lijkt. Oh, daar ben ik. Ja, komt goed. Er dwalen hier dus echt spoken rond. Wegrennen. Hij moet je nu wegrennen. Gaat horen, ik aan het wegrennen. Paniek. Pikachu, donderschok, nu! Ash, je kan geen elektro-aanvallen doen in een zeppelin. Gaat you, doen! Ja, en dan als laatste tegelijk. 1, 2, 3. Wie is deze Pokémon? Yeah. Nou, wij kunnen wel inpakken. Ik heb het gehoord. Yo! Superleuk. Oh, leuk om te doen, toch? Ja, niet normaal. Dit is echt dood. Maar ook het einde. Wie is deze Pokémon? Allemaal jeugd. Maar jullie gaan er gelijk voor. En dat is belangrijk. Je moet ervoor durven gaan. Balzar. Wat een Balzar. Balbazak. Balbazak is een hele rare rol. Ik weet niet wie die heeft gedaan. Dat wil je niet weten. Heb je ook Pokémons gedaan? Nee. Ik kan me voorstellen dat je dat dan ook nog even mee kan nemen. Volgens mij was dat in Pokémon, waren dat allemaal... waren die geluiden er al? Geluiden waren er al. Volgens mij heeft niemand dat gedaan. Miauw, wie was dat? Ik heb laatst Miauw gesproken. Wie was dat? Jan Nonhoff? Ja. Ja. En later heeft... Ik heb laatst Miauw gesproken. Mij, Nee, want Jan Nonhoff, die was ook in SpongeBob. Wie was dat? Ja, klopt. Wie was in SpongeBob ook alweer? Met die neus. Toch? Octo. Ik kan Octo nadoen. Ja? Ja. Okay, ik ben heel goed in een octo nadoen. SpongeBob. Maar hij kan op zich best wel veel stemmen, hè? Doe eens Stewie Griffin. Stewie Griffin? Daar ben ik niet zo goed in. Oh, nee. Die lach van Peter kan ik wel. Of wie kan ik ook? Quagmire, ja. En Diggity. Die opa. Hey Chris. Alleen die S niet. Hey Chris. Welk had je? Hoe praat de Stewie ook alweer, man? Cool Whip. Cool Whip. Ja. Nee. Nog meer? Ja, ik kan typetjes. Maar kom op, man. Dit ga je me niet laten doen. Nee, maar het zit wel een beetje... Het is net zoals typetjes doen op mensen die heel goed iemand anders na kunnen doen. Ja. Daar moet je gewoon goed naar gaan kijken. En dan observeren. Ga je
En dat is wat je... Maar ik probeerde, want het is echt heel grappig dat... Ik kende jullie niet. Sorry. Nee, maar mijn zoontjes van 11 en 12, die waren natuurlijk helemaal... Die vonden het helemaal geweldig. Yo, je moet tegen jouw zoontje vertellen, zeg maar... wij zijn fan zijn van niks. Jou. En van jou, van jullie allebei. Je schudt het zoontje, wauw, is echt knap. Echt tof. Lieve mensen, ik wil jullie allemaal bedanken. Echt oprecht, het was een hele eer dat jullie er waren. Sylvana, jij ook trouwens. Ja. En wij regelen dat voor jou, hè? Met, Nee, jongens, ik ken mijn plek. Nee, maar... Ga je maar Dumpert is leuk, maar Poker. Maar... Sorry. Nee, maar oprecht. Mijn jeugd. Dames, ik vond het super gezellig. En ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Dankjewel voor jullie komst, iedereen. Voor de mensen thuis, ik hoop dat jullie ook jullie jeugdsentiment naar boven hebben kunnen halen. En dat jullie ook even wat herinnering naar boven hebben kunnen halen. Net als wij. Ik wil allemaal bedanken voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Frazi, hey, bedankt. Dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal. Ik vond het echt weer leuk. En, volgende week ben je erbij? Misschien. We gaan het zien. Dames, nogmaals bedankt en luisteraar. Doei! Favoriete showtje, het is een klein cadeautje. Dus voor je handen hoog hier. Wij dacht je moet er wezen, dus laat je speakers blazen. En geef die hoek een vrezen. Supergaande podcast. Zo dankbaar dat ik mijn laatste wekker nog... Mijn kont zweet van zenuwen gewoon.